Chanel van den Houwen, we zijn hier vandaag in Woluwe. Jullie kwamen met Aalst op bezoek in die play-off 2. Voor jou is dit een van de eerste matchen in de A-ploeg. Hoe ging het allemaal? Ik denk dat ik in het begin wel een beetje stress had, maar de tweede helft was al veel beter. En ik denk dat we als ploeg ook de tweede helft veel beter hebben gespeeld. En ik ben daar wel blij om, gewoon voor het hele team. Je speelt achteraan. Je hebt een nicht die ooit keeper was, Tanja van den Houwen. Dus het zit een beetje in de familie, denk ik. Ja, ik denk dat ook. Ik voetbal al van kleins af aan. Mijn tante was toch mijn groot voorbeeld. En dat is wel nog altijd, ook al is gestopt met voetballen. Ja, en vandaag, jullie kwamen wel vroeg achter, 1-0. En dan, prachtige goal wel, van Selina Gijsbrechts. Maar tweede helft, jullie waren gemotiveerd, hè, om terug te slaan. Ja, tuurlijk. Het is altijd de bedoeling dat je als ploeg wint. En ik denk dat we dat ook laten zien hebben om als één ploeg te vechten voor elkaar. En ik denk wel dat dat belangrijk is voor ons allemaal. Ja, en blij met deze overwinning? Ja, tuurlijk. We zijn zeer blij en het is de terugronde, dus hopelijk zetten we dat verder. En ik denk wel dat dat zal lukken. Ja, en ook Aalst heeft die licentie voor volgend seizoen al beet. Dat is ook belangrijk, denk ik, hè, voor jullie allemaal, om dat te weten. Ja, tuurlijk. Dat is zeker de motivatie die we hebben. En we gaan dat zeker doorzetten. En dat is een goede start voor volgend seizoen. Oké, ik dank je. Veel succes met Aalst en het allerbeste. Ja, dankjewel.